De mogelijkheid bestaat morgen nog om zich op enkele RGD-polyklinieken en andere aangewezen plekken te laten vaccineren tegen het COVID-19-virus. Dit ondanks de totale lockdown in het weekend. Dit zei Alvin Roosevelt, coördinator van de communicatiedienst Suriname, gisteravond op een persconferentie. Een aantal mensen heeft vanmorgen gebruik gemaakt van de gelegenheid om zich te laten inenten. Dat een ieder die zich zou willen laten vaccineren, de ruimte wordt geboden om zich te laten vaccineren morgen. Dat kan dus gedurende de lockdown periode, omdat er een aantal plekken zijn die regulier open zijn. De plekken die open zijn, die zijn op onze website De Boodschap te vinden. Maar ik wil toch nog met u delen dat open zijn het AZP aan de Vluestraat, zaterdag en zondag van 8 tot 15 uur. Health Control aan de Dr. Sofie Redmondstraat, van zaterdag en zondag van 8 tot 4 uur, tot 14 uur. PCS aan de Letitia Friesdelaan. Het Mongra Medical Centrum aan de Annastraat in Nikeri, zaterdag van 10 tot 3. En de volgende RGD Polyklinieken. RGD Latour van zaterdag van 8 tot 12. RGD Limasgracht zaterdag van 8 tot 12. RGD Tijgerkriek. RGD Nieuw Nikeri zaterdag en zondag van 8 tot 12. En sorry, RGD Nieuw Nikeri is zaterdag en zondag open van 8 tot 2. Voor de duidelijkheid. De mensen die voor het eerst naar de vaccinatiepunten trekken. U dient zich eerst te registreren via de link. laatjevaccineren.sr. U maakt daarna een screenshot van uw registratie en u kiest de kortste route naar uw vaccinatielocatie. Daarnaast wordt u gevraagd om op de terugweg uw vaccinatiebewijs bij de hand te houden, zodat u dat kunt tonen aan de dienstdoende agent indien u wordt staande gehouden. Roosevelt zegt dat de gelegenheid om zich te laten vaccineren geen vrijbrief is om onnodig over straat te gaan. De voorkeur wordt nog steeds gegeven aan 60-plussers, mensen tussen 40 en 60 jaar met onderliggende aandoeningen, leden van de gewapende machten en onderwijsgevenden.